geprobeerd. En als het dan lukt, en dat in zo'n zware aankomst als hier, ja, dan is dat gewoon geweldig. Ik ga naar voren vragen. De man die straks in het rood-wit-blauw dit podium weer verlaat. De winnaar van de wedstrijd. De nieuwe Nederlandse kampioen. Hidde van Veenendaal. Dan als tweede. Hij kwam nog heel kort. Maar het was niet kort genoeg. Hidde hield genoeg over. En dus toch wel een misschien een beetje teleurstelling. Maar andere kant op de vreugde van dit. Tweede plaats. Owen Gelijn. En dan als derde, de realist uit het noorden van het land. Ja, meer zat er gewoon niet in. Ik ben er hartstikke blij mee. Hoe blij kunt u zien met de man die nu tevoorschijn komt, Bonnie Del Grosso. Dan zal allereerst de rood-wit-blauwe trui worden uitgereikt. En die zal uitgereikt worden door hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Wielrenning, Frank van Veenendaal. Inderdaad, de vader van. Ja, dit zijn natuurlijk prachtige momenten. Frank van Veenendaal zelf, ooit ook een geweldige wielrenner. En nu mag hij dat rood-wit-blauw om de schouders doen van zijn zoon. Zijn er mooiere momenten op sportgebied? Denkbaar. Nou, denkbaar misschien wel, maar in de werkelijkheid, dat zal niet vaak gebeuren. Kijk, dit is waar we op zitten te wachten. Goed. En natuurlijk gaan daar de medailles bij komen. Allereerst ook de gouden medaille voor de man die gewoon de meeste eer verdient. Namelijk de kampioen van Nederland. Het goud dus om de schouders van Hidde van Veenendaal. De zilveren medaille voor Owen Gelijn. En daar mag u natuurlijk ook een geweldig applaus voor geven voor die prachtige prestatie van deze man van de Amstel. En dan Bonnie Del Grosso, immer lachend. Zo, en de felicitaties. Mannen, gaan jullie op het podium staan vast, want de bloemen die gaan we uitreiken op het podium. En die gaan uitgereikt worden door Sjaak Pieters van de commissie Wegsport. De bloemen voor Hidde van Veenendaal, de bloemen voor Owen Gelijn. En dan de bloemen voor Bonnie Del Grosso. Mag ik een geweldig applaus, dames en heren, voor het podium van de nieuwelingen met de nieuwe kampioen, Hidde van Veenendaal. Zo, dan gaan we heel even van het protocol af. Frank, wat is dit voor gevoel? Ja, wat gaat er door je heen? Ja, ja, bijzonder. Ja, ik heb veel truien uitgereikt, maar nog nooit aan mijn eigen zoon. Het doet jou iets. Ja. Dat mag en dat was zichtbaar en dat is alleen maar hartstikke leuk. Dankjewel. Goed, ik ga even bij jullie langs, jongens. Boven. Derde plek. Ja, daar zat niet meer in. Nee. En dan is het simpel, hè? Ja, zeker weten. Goed, tweede plaats. Owen, we zijn een kwartier na de binnenkomst. Is het een beetje op zijn plaats terechtgekomen nu? Ja hoor, ik was eigenlijk helemaal niet teleurgesteld, want Hidde ging gewoon op het perfecte moment weg. En er zat voor mij ook niet meer in op dit moment. Weet je, als die weg is, dan is het moeilijk. Ja, hij pakte gelijk een mooie voorsprong. We weten dat je nog wel dicht komt in een sprint, maar meestal niet dicht genoeg. Hij had zelfs nog tijd om te juichen. Gefeliciteerd met een prachtige tweede plaats. Ja, Hidde, wat een moment hè, je vader. Ja, heel mooi om zo uitgereikt te worden, of hij is uitgereikt te worden. Nou ja, je hebt het, en laten we daarvan uitgaan, wel verdiend. Want jongen, om die voorsprong, die minieme voorsprong, nog tot de streep vast te houden, dat is een wereldprestatie. Ja, dankjewel. Ja, het is ongelooflijk mooi. Je kunt het volgens mij nog niet helemaal bevatten. Nee, klopt. Okay, dat zijn de leuke momenten. Als het allemaal zo steriel gaat, dat is ook allemaal helemaal niks. Jullie hebben een geweldig leuke wedstrijd laten zien. Met veel ontsnappingen. Met een podium wat er zijn mag. We nemen een afscheidsapplaus, dames en heren, voor deze mannen op het podium. Voor derde man, Bonnie Del Grosso. Voor tweede man, Owen Gelijn. Maar vooral voor de winnaar, Hidde van Veenendaal. Volgens lief. Maar nu, ter afsluiting, eerst het volkslied.
Zo, mannen, tijd voor de fotografen. Joost, het is aan jou.